Wie werkzaamheden in Stiens is van de morgen gaslek ontstien. Wie het graven wat een hege druklering rekken. De omjouwing is aanzetten en verskate huizen moesten ontrommen worden. De brandwacht is met meerdere korpsen aanwezig. De situatie is onder controle. De stenden hege squal in Ljouw dat alle meiwerkers een brief stuurt voor de financiële toekomst. De hege squal geeft ervan uit dat ze in 2013 miljoen euro's minder krijgen door bezuinigings van het Rijk. Alle tijdelijke contracten zullen besjoen en mogelijk beëindigen worden. Op een gediek is van de morgen het werk voor de onlis van de zuidelijke Roenwei officieel begonnen. De verwachting is dat door de Roenwei de verkeersoverlast in het dorp flink aanneemt en het rijstige wordt. Nu rijden er alle dagen zo'n 1000 auto's door het centrum. Omroep Friesland en Triater hebben geld gekregen voor een nieuwe televisiedramaserie. Het Mediafonds had 134.000 euro takend voor de keet. Het gaat over een jong Rijnkeet op het Friese platteland en is bedacht door regisseur Mirjam de Wit van de Jouwer. Het geld is bedoeld voor een proefaanlevering. Joenen vannacht helder waar, de temperatuur leidt om de 10 graden heen. Morgen begint met zinnen, letter wat meer bewolking, het wordt als aan 18 graden.